Deze maand hebben we bij Actiam weer de enquête gehouden onder beursexperts. En die zijn opnieuw weer heel erg somber geworden. Vorige maand zag je dat de somber er eigenlijk zo'n beetje verdampt was. En de koers hebben het dan ook goed gedaan. Maar de somberte is voor oktober weer helemaal terug. Echt weer om dezelfde reden. Brexit, handelsoorlog. En oktober is een maand die nogal een imago heeft. Overigens, gemiddeld gaan in oktober de koers omhoog. En gemiddeld gaan in september de koers omlaag. September was dit jaar in ieder geval andersom. Als je gaat kijken welke aandelen ze het meeste favoriet hebben, dan staat ABN AMRO duidelijk op 1. Men vindt de koersdaling als gevolg van de witwasaffaire overdreven en denkt dat de koers gaat herstellen. Nummer 2 staat Shell en 3 Unilever. En aan de flopperskant staat opnieuw ArcelorMittal op nummer 1. Daar staat die laatste tijd best wel vaak. Mensen denken dat het aandeel daar veel last van gaat hebben, dat de economie wat minder gaat. Opvallend dat 2 aandelen van toppers naar de floppers zijn gegaan. Zowel Aegon als IMCD stonden vorige maand nog bij de toppers en deze maand in de lijst met floppers.